Ewa, kerkers van Luca Vivo, we zijn er weer. Ik was een paar dagen weg, want mijn laptop staat voor, ja, get me. Jan Kraaij heeft iets gedropt. En eigenlijk zeg ik Jan Kraaij, maar ik zeg het verkeerd. Het is Big Kraaij, ja, get me. Hij is gegroeid, man. Hij is gegroeid. Ga reageren op Jan Kraaij, Big Kraaij, Hot Boy Freestyle, ja, get me. 29 mei droppen de twee video's. Allebei reageren op 6ix9ine. Zet schijf in je agenda, man. De domme Jan. Waarom maak ik fout? De domme Kraaij pokoe zijn weer terug, man. Shout out naar Kraaij, man. Boomin' at bankroll, ik ben een hardboy. Jij bent de gangster, pas in stapboy. Shout out de ass voor de dons van. Mensen slapen te veel op Kraaij, man. Mensen slapen te veel op. Voor niks komt de zon op. Mensen slapen te veel op domste van de land. En te veel op de Jan Kraaij albums, man. De klasboy, zij heeft de ass, ik loef de klap mooi. Ik heb nu fans, maar vroeger ik had nooit. Ik wil alleen seks en zij wil mijn hart. Bitch, ik heb fans en ze zeggen je bent hard. Jij bent doorbroken boy, jij hebt geen kop. Ik was vandaag in de stad en ik denk van yo, ik wil een nieuwe cap. En ik heb een roze cap met mijn fucking hartjes. Hoe fucking hard is dit, man? Stek het op de dak, dat is stap voor stap. Ik ben nou real sinds de tijden van iPod. Alles wat ik doe, je weet dat het een hype wordt. Ik rook te veel, denk niet meer dat ik high word. Of dat ik nog higher kan zijn. Ik zette mijn tunes online, oh my, kijk eens waar we nu zijn. Twee keer op Woeha, oh damn, wat een. Ik zou dus motherfucking 2 mei naar Jan Kraaij en Wally Damn gaan. Nou, motherfucking voor niks komt de zon op tour. Maar motherfucking Hedon in motherfucking Zwolle heeft het gewoon niet gefucking verplaatst. Maar heeft gewoon gecanceld, man. Jullie moeders, man. Ik ga je niet groeten, je bent niet mijn slime. Ik ben niks veranderd, ga zwart met de trein. Dolce Cabana en geen Filipijn. Duim in de ass, want dat is fijn. Ik ben te real. Hier doen we geen shit voor clout. Bro, waarom heeft het ook maar 4000 weergaan? Bijna 5000. Ga dit motherfucking kijken, man. Ga dit kijken. Bro, met je business nou. Anders gaat shit weer fout. Alles wat ik gisteren wou, dat heb ik vandaag. En dat heb ik verdiend. Daarom in de game met mijn Gucci riem. Maar nu wil ik er 10. Ik hou het echt als een 97. Kom in de game en ik maakte ze zweterig. Ik ben zo fly, ik voel me zo. Jan Kraaij, a.k.a. die guy met de Gucci patch, get me. A.k.a. Big Kraaij, a.k.a. Crying Pablo, a.k.a. Kraaij. Zweverig, zij heeft geen assets voor Insta, ze breekt de rug. Ik ben een bankroll, ik ben een hotboy. Jij bent de gangster, pas een stapboy. Jij bent niet. Deze pokoe is trouwens fucking hard, man. Deze pokoe is echt fucking hard. Hard, waarom zegt niemand stapboy? Oh damn. Poemen heb bankroll, ik ben een hotboy. Jij bent de gangster, pas een stapboy. Shardy's got de ass voor de dons van de klasboy. Zij heeft de ass, ik loef de klapmooi. Sowieso, Rotterdamse rappers zijn fire. Burns en Bukola. Kom Bukola uit Rotterdam? I don't know, man. En Jan Kraaij, Big Kraaij ook. En motherfucking Dentalon is hard. En jij kent me, man. Kraaij! Alles wat ik doe is God my witness. Deze rende een pokoe erachteraan. Maar shout out naar Kraaij, man. Big Kraaij. Kraaij en Pablo. Ik heb me. Hij is legendary. Hij is niet meer Jan Kraaij. Ik heb het 500 miljoen keer gezegd. Maar het is Big Kraaij, man. Het is niet Jan Kraaij. Voor nou een harde video. Abonneer op Luca Vivo. En dan zie ik jullie maandag sowieso. En 29 mei. 2 motherfucking video's. Beide reageren op 6ix9ine. Swag.